Goedenavond iedereen. Welkom op dit webinar over medicatie en therapieën van morgen. Heel fijn dat jullie vandaag allemaal met ons meeluisteren. Ik ben Stefanie, ik ben een van de oprichters van het Steunpunt Kinderepilepsie. En het Steunpunt Kinderepilepsie werd 3 jaar geleden door een aantal ouders die een kindje hebben met medicatieresistente epilepsie opgestart. Wij zijn dus een patiëntenorganisatie en wij luisteren naar, informeren en ondersteunen gezinnen waar er een kind is met refractaire epilepsie. Onze gastspreker vanavond is professor Dr. Lieven Laga. Wellicht moet ik hem niet meer voorstellen voor velen, maar ik zal het toch doen. Professor Laga is kinderneuroloog en diensthoofd van de afdeling kinderneurologie in het UZ Leuven en daarnaast ook onderzoeker in tal van nationale en internationale studies. Professor Lieve Laga die zal zo dadelijk voor ons een overzicht geven van medicatie en potentiële therapieën die in de pijplijn zitten voor kinderen met epilepsie, al dan niet medicatieresistent. Het thema van deze avond heeft dus betrekking op behandelingen die eventueel naar de toekomst toe voor onze kinderen enige vorm van verlichting zouden kunnen brengen. Vooraleer ik professor Laga het woord geef, wil ik graag met jullie nog een aantal praktische zaken overlopen. Het webinar wordt opgenomen en zal zoals steeds ook beschikbaar gesteld worden via onze social media en op onze website. Jullie kunnen tijdens de presentatie vragen stellen via de Q&A, dus je kunt zelf een vraag intikken en we zullen die vragen dan aansluitend op de presentatie zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om na de presentatie live een vraag te stellen en dat kan via de raise hand functie, dus het kleine handje op je scherm. Jullie staan tijdens de presentaties op mute. Dus enkel wij zelf zijn te horen. En misschien nog een laatste iets. Wij krijgen steeds meer vragen over deelnameattesten aan onze webinars. Het is namelijk zo dat wij ervoor gekozen hebben om automatisch een attest op te sturen naar jullie inbox. En dat zal gebeuren van zodra jullie het volledige webinar hebben uitgekeken. Dus een bijkomende mail naar ons sturen is niet nodig. Een attest wordt automatisch naar jullie opgestuurd. Voilà, ik denk dat ik het belangrijkste heb vermeld. En dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Dr. Lieven Laga. Goedenavond allemaal, dank u voor de introductie en ook voor de uitnodiging om hier te spreken. Ik hoop dat jullie mijn scherm zien op dit moment en dat alles goed te beluisteren is. Ja, ik wil jullie vanavond meenemen in de wondere wereld van behandeling voor kinderepilepsie. En vooral zo'n beetje kijken naar de toekomst. Het wordt misschien niet zo gemakkelijk, maar ik wil je echt laten aanvoelen waar wij dan als epileptoloog mee bezig zijn in de research met de hoop om nieuwere medicamenten en behandelingen voor kinderen met epilepsie, met moeilijke epilepsie of gewone epilepsie, naar voren te brengen. Ik wil toch even, mijn excuses voor zij die het allemaal weten natuurlijk, maar ik wil een aantal begrippen heel duidelijk maken in het begin, om dan beter waarschijnlijk verstaanbaar te zijn als ik een paar detaildingen ga vertellen over behandelingen. Epilepsie is een ziekte van de hersenen, weet u allemaal. Hersenen bestaan uit hersencellen, neuronen, miljoenen. En ieder hersencel, en u ziet er hier zo twee in het oranje, die babbelen met elkaar. Iedere hersencel heeft connecties met ongeveer 1000 andere hersencellen. Dus dat is een ongelooflijk moeilijk netwerk. Wat dat belangrijk is voor ons verhaaltje vanavond, is dat die hersencellen op een zeer speciale manier met elkaar spreken. Als die eerste cel hier bovenaan, A, de cel A, we spreken met cel B, dan stuurt die eigenlijk een soort stroompje, wat we dus ook opmeten met EEG bijvoorbeeld, naar het uiteinde van die cel. Maar er is geen fysisch contact tussen die twee cellen. Dat contact tussen die twee cellen gebeurt via wat we noemen dus die synaps.
En die synaps is wat u hier in het schematisch ziet, dus we spreken hier bovenaan van de eerste cel, die wil gaan communiceren met de volgende hersencel. Er komt hier dus een stroompje binnen van bovenuit en die zet een neurotransmitter vrij in de synaps, zeggen wij. En die neurotransmitter is zoals een sleutel en die past op een slot op een receptor aan de andere kant. En dus die tweede cel krijgt een boodschap van die eerste cel. Zo werkt dat. 1000 keer, miljoenen keer per milliseconde, een ongelooflijk moeilijk netwerk. Nu, wat is epilepsie dan? Ja, u ziet nog eens rechts waarover we aan het spreken zijn. Die eerste cel geeft wat de stroom door en dan die neurotransmitter wordt vrijgezet en die volgende cel kan actief worden. Nu, klein beetje moeilijk al, die volgende cel kan een excitatorische cel zijn of een inhibitorische cel. Het kan zijn dat die eerste cel hier aan de linkerkant zegt aan de volgende cel, wees maar actief en geef maar alle informatie door. Het kan ook zijn dat die eerste cel aan die tweede cel zegt, wees maar actief, maar eigenlijk is dat een inhibitorische cel, dat wil die zeggen, stop alle activiteit vanaf dat moment. Dat komt straks nog eens aan bod. Maar wat is epilepsie? Wat is een probleem? Er is een probleem met die overgang van informatie. En er is eigenlijk te veel excitatie. Alsof dat die cel te veel informatie doorheeft aan de andere cel, om een of andere reden. En dus wat we willen doen in de behandeling van epilepsie, is eigenlijk die extra te veel excitatie gaan stoppen, ofwel gaan we zorgen dat er meer inhibitie komt. Een soort fenomeen waarbij dat we het evenwicht tussen te veel stimulatie en inhibitie en te weinig inhibitie willen herstellen. En dat doen eigenlijk bijna alle onze medicamenten. En dus dan gaan we nu, en u zal een aantal dingen beginnen te herkennen, denk ik, we gaan een klein beetje meer in detail. Dus ik heb hier een voorbeeld, nog eens van een eerste cel, een blauwe cel hier, die wil spreken met de volgende cel onderaan. En dus, zoals reeds gezegd, er komt hier wel een actiepotentieel stroom toe en die zegt aan die vesicles hier dat die neurotransmitter, en we gaan meer in detail, glutamaat is dan, moet vrijgezet worden en dat glutamaat, de sleutel, vindt aan de overkant een receptor waar dat glutamaat op bindt en dan zal die receptor actief worden en er gaat een aantal dingen gebeuren ter hoogte van die receptor en die volgende cel krijgt dus informatie van de eerste cel. Als er nu epilepsie is, een voorbeeld dus, dan loopt het helemaal verkeerd. Dan is er veel te veel excitatie en wordt er veel te veel glutamaat afgescheiden in die synaps. En wat doen we dus met klassieke medicamenten? En kijk eens bovenaan, Depakine, Lamictal, Topamax, Vimpat, Trileptal, Tegretol. Dat zijn zo dat is één grote klasse van medicamenten die dus eigenlijk dat natriumkanaal hier, dat is een eiwit, komt straks nog aan bod, dat natriumkanaal hier blokkeert. En wat doet dat dan blokkeren? Wel, dat zorgt ervoor dat die stroom niet door kan en dat er dus minder excitatie is, dus dat je dat evenwicht herstelt en dat er dus minder informatie wordt doorgegeven en dat er dus zo geen epilepsie ontstaat. En andere medicamenten, bijvoorbeeld zoals Keppra, die werkt op een ander niveau. Die zorgt dat die vesicles niet kunnen opengaan. Topiramaat, Topamax werkt op een nog ander niveau. Dat zorgt ervoor dat die receptor geblokkeerd wordt, zodat er geen informatie kan doorgaan. Dus u voelt dat wij met onze verschillende medicamenten op bepaalde plaatsen in die overdracht proberen in tussen te komen om te veel excitatie te vermijden. Maar ook het omgekeerde, inhibitie. Hè? En dus hier spreken we over een volgende cel, een GABA-cel. Een GABA-cel is een cel, hè, dat is die onderste cel, die dus zegt, alle activiteit moet stoppen. Dus als die cel actief wordt, dan stopt alle activiteit. Dat is inhibitie. En hier hetzelfde verhaaltje. Er komt dus een actiepotentieel vrij en er komt weer een neurotransmitter vrij. Nu niet glutamaat, maar GABA. En dat komt op een kloorkanaal terecht. Het kloorkanaal wordt geactiveerd en gaat kloor naar binnen, chloride-ionen. Herinnert u zich de scheikunde en de wiskunde en fysica van vroeger? Dat is niet belangrijk. Maar wat we dus bijvoorbeeld doen met al onze benzodiazepines, hè, zoals Temesta, Frisium en Rivotril, hè, dat zijn zeer sterke excitatorische middelen van dat kloorkanaal. Dus die gaan dit nog een beetje meer actief maken. Wat dat goed is, want dan is er meer inhibitie, meer stop van al uw extra informatie. Ook Luminal werkt op die manier. Ook Felbamaat, Topamax voor een stuk. En zonisamide, wat dat we niet hebben. Ook de Sabril bij jonge kinderen werkt op die manier, werkt op de inhibitorische synaps. Dus je voelt aan dat wij met onze bestaande medicamenten, en we hebben er veel, op een manier ingrijpen op die overgang van informatie tussen ene cel en andere cel. En je ziet ook dat er verschillende manieren zijn van werken. Je kunt op dat natriumkanaal werken, rechtstreeks op dat kloorkanaal.
De Keppra werkt op een andere manier. Dus we hebben eigenlijk verschillende mogelijkheden. Het laatste inleidend begrip dat ik u wil laten aanvoelen is, ik heb nu al een paar keer van kanalen gesproken, dus dat zijn dus eiwitten die in de celmembraan zitten. Honderden van die eiwitten. Nu, ieder eiwit wordt gemaakt door een gen. En als we zullen spreken over genetische epilepsie, de meest frequente epilepsie bij kinderen, genetische epilepsie wil dus zeggen dat er ergens in de genetica, in de genen van een kind, een fout zit. En als een gen een fout bevat, kan dat gen dat kanaal niet goed maken. En dus als ze een probleem hebben met dat natriumkanaal, ja, dan is dat natriumkanaal hier misvormd en zal dat dus niet goed werken. En dus wij ontdekken, en ik ga het niet overdrijven, bijna om de 2-3 maanden een nieuwe soort mutatie, een nieuwe afwijking in een bepaald gen, dus in een bepaald eiwit, in een bepaald kanaal, wat als aanleiding kan geven tot epilepsie. Dat is de inleiding. De begrippen kent u, neurotransmittoren, overgang, excitatie, inhibitie, kanalen en dan de medicamenten. Waar staan we dus nu en waar gaan we naartoe? En we hebben op dit moment zeker 25 anti-epileptica. En eigenlijk mogen we niet meer het woord anti-epileptica gebruiken, want die medicamenten doen niks aan de ziekte zelf. En dat is ook een grote frustratie om dat uitgelegd te krijgen en naar ouders toe. We doen niks aan de ziekte zelf. Hè. Met de anti-epileptica proberen we de aanvallen te stoppen. En proberen we de symptomen te bestrijden. Het is eigenlijk een anti-seizure drug tegen de aanvallen. Aan de ziekte zelf doen we eigenlijk niet veel met die medicatie. En dat kan veranderen in de toekomst en daarover wil ik het straks hebben. Maar we botsen op een limiet. En dat zal ik u ook uitleggen. We zijn tot een beetje succesvol, hè, ben voorzichtig, in ongeveer 7 op de 10 kinderen. Maar bij 3 op 10 kinderen, en velen van u weten dat, lukt het echt niet goed. En dan spreken we over moeilijk behandelbare epilepsie, refractaire epilepsie, of nog in ergere mate, zonder details, over epileptische encefalopathie in kinderen die echt ziek zijn door de epilepsie. Dus we hebben onze medicamenten, we hebben ook, zoals u weet, ketogeen dieet, epilepsiechirurgie, VNS. Jammer genoeg hebben we er eigenlijk nog veel werk te doen. Er zijn nog veel meer kinderen die zouden kunnen geopereerd worden. Niet overdrijven, maar ieder kind met een focale epilepsie en een letsel, daar moet nagedacht worden of dat chirurgie niet mogelijk is. Ketogeen dieet is een zeer goede optie, maar een moeilijke optie. VNS heeft zijn eigen voordelen en nadelen, dus nervus vagus stimulatie. Ik denk in Vlaanderen dat we daar nog een weg te gaan hebben. Maar ik denk aan de toekomst toe, en daarover zal het gaan, proberen we dus die 30% toch beter te benaderen, beter te kunnen behandelen, ook die 70% nog beter te behandelen. En ik denk dat de revolutie gebeurt natuurlijk ter hoogte van die genetica. En we gaan meer en meer in de toekomst spreken over precision medicine of gepersonaliseerde medicatie. Per patiënt zoeken we naar wat het beste medicament is en hoe verstaan waarom dat een medicament werkt. En u zal straks voorbeelden zien. Waarover dat we niet gaan spreken, maar even belangrijk is eigenlijk predictie. Wij zijn meer en meer in staat, en ja, je kunt daar veel vragen bij stellen, maar meer en meer gaan we alle soorten biosignalen van onze patiënten kunnen opmeten. EKG, dus hartfrequentie, positie van het lichaam, EEG. Dus binnen een 5-tal jaar zal iedereen nog meer wearables dragen, zoals dat je nu al een smartwatch hebt, die alle soorten signalen opmeten. En die signalen zullen ons in staat stellen, via artificiële intelligentie, om bijvoorbeeld te voorspellen, kun je voorstellen, te voorspellen wanneer dat iemand een aanval zal hebben in de volgende 2-3 uur. Dat opent natuurlijk ongelooflijk veel mogelijkheden om behandelingen te geven op het moment dat er een aanval zal komen. Maar wees voorzichtig, dit is nog niet vandaag de dag. En dan waar we wel een beetje zullen over spreken, is preventief. En dat bedoel ik mee zeer vroeg gaan behandelen. En het is inderdaad te verstaan dat veel ouders nogal moeilijkheden hebben als we zeggen, ja, je kind moet Depakine nemen of je kind moet Keppra nemen, want je kind heeft epilepsie. Ja, we weten dat het voor lange tijd is, ze zijn tegen medicatie. Maar eigenlijk weten wij, als we zeker zijn dat een kind epilepsie heeft, dan start je best zo vlug mogelijk. En we zijn zelfs nu in staat bij een aantal ziektes, en straks ook een voorbeeld ervan, om zelfs al behandeling te starten voordat de epilepsieaanvallen er zijn. En dan zorgen we ervoor dat eigenlijk de epilepsie bijna niet meer ontstaat. Dat is dan preventieve behandeling. Dus ik noem dat de 3 P's, maar we gaan vooral spreken over precision. Goed.
Medicamenten. U ziet hier de tijdslijn. Al meer dan 100 jaar worden er medicamenten gemaakt. Je ziet dat het in het begin nogal traag liep. Het heeft jaren geduurd voordat we 3-4 medicamenten hadden. En dus de eerste generatie, die kennen jullie allemaal waarschijnlijk, Depakine en Tegretol. En dan de benzodiazepines, Zarontin en Luminal. Dat zijn zo de klassiekers. En dan was er een tweede generatie, Topamax, Keppra, Vimpat, Stiripentol, Trileptal, Lamictal, ook al goed bekend. En dan zitten we nu in de derde fase. En er zijn wel redenen om dat een derde fase te noemen. Met als laatste product dat nu op de markt is gekomen, de fenfluramine, trouwens hier in Vlaanderen ontwikkeld, met enige bescheidenheid, voor de ziekte van Dravet, of CBD, cannabidiol, ook een antiepilepticum, zoals alle andere. Dat zijn de meest recente. Nu, wat is het verschil tussen 1, 2 en 3? Bij de eerste en zelfs ook nog bij de tweede generatie medicamenten was het bijna toevallig dat men vond dat die ook voor epilepsie goed waren. En er was dus zo geen link, en dat moet ik echt proberen goed uit te leggen, tussen ja, hoe dat een medicament werkt en waarom dat iemand epilepsie heeft. Er was geen link tussen de oorzaak van de epilepsie en de werking van de medicamenten. Het was pas achteraf dat men zag dat bijvoorbeeld Luminal werkte op die GABA-receptor, op die inhibitorische neuron. Dat was bijna toevallig. Hè? Serendipity, zegt men in het Engels, was bijna toevallig. Terwijl nu, als we aan de laatste generatie denken, dat zijn medicamenten die dus ontwikkeld zijn bijna omdat men veel, veel beter snapt op genetisch niveau wat dat er juist misloopt. En dan neigt je dus naar precisie, hè, medicatie. Hè? We verstaan perfect wat dat er misloopt op die overgang van die informatie op die synapsniveau. En we gaan medicamenten ontwikkelen die daar zeer specifiek voor dienen. En vandaar dat die ook beter zijn. Hè? Dus de nieuwere medicamenten zijn eigenlijk qua efficaciteit heel dikwijls beter dan de oudere, als ze de juiste indicatie stelt, als ze dat geeft aan de juiste kinderen. En hebben eigenlijk ook veel minder bijwerkingen, omdat ze zo precies op één slecht mechanisme werken en niet op al de rest. Dat is een beetje zwart-wit gezegd, maar we hebben de indruk dat er dus inderdaad met de ontwikkeling van de nieuwe medicamenten dat we dichter bij precisiemedicine komen en dat we eigenlijk betere efficaciteit gaan hebben. Dus we hebben 25 medicaties. Het is voor een arts ook niet altijd zeer duidelijk op dit moment ja, wat dat je dan moet starten. Hè. Het moet voorbij zijn met zomaar een keer van alles te proberen. En dat was 20 jaar zo. Hè. We hadden Depakine en we hadden Tegretol. En iemand kwam bij ons en we hadden die Depakine. En als het niet werd, dan Tegretol. En als dat niet werd, het Keppra. En er werd bijna, ik moet oppassen dat ik dat niet verkeerd vertel, er werd bijna niet nagedacht over, ja, zou dat nu wel een goed medicament zijn voor dat kind? Ja, dat kind had epilepsie. We weten dat Keppra, Depakine, Tegretol kan werken. Dus we gaan dat eens proberen. Maar eigenlijk wil ik aanduiden dat we nu meer en meer specifiek gaan werken per epilepsie, per kind. En dat we dus echt veel beter kunnen kiezen wat het beste medicament is. Je kunt het dus vragen aan collega's van mij, of aan experten zogezegd dan, welke medicatie heeft u voor welke epilepsie? En dat is zo zijn er tientallen studies. En het zal u niet verbazen. En er zit ook een soort lijn in natuurlijk, als je over focale aanvallen spreekt, of gegeneraliseerde aanvallen, de top 5 medicamenten, zijn eigenlijk zeer gelijkaardig. Als je over focale aanvallen spreekt, dan spreekt over Keppra, Lamictal, Trileptal, Tegretol en Vimpat. En gegeneraliseerde aanvallen, Keppra, Lamictal, Depakine, Zonisamide, wat we niet hebben in België, en Topamax. Dus er is enorm veel overlap. Depakine staat hier alleen bij gegeneraliseerde, maar werkt zelfs ook voor focale. Dus er zijn zo'n aantal basismedicamenten die voor veel aanvallen goed zijn en waarbij dat je bij veel patiënten een zeer goede effect hebt. En dus dat zijn ook de top 5 van de meeste artsen die antiepileptica moeten voorschrijven. Maar er is ook wetenschap natuurlijk. Ja, dat is niet alleen omdat wij voelen na 20 jaar dat dat goede medicamenten zijn. Dat moet ook gebaseerd zijn op studies. Op wetenschappelijke studies. En ik ga u 2 voorbeelden geven om u een beetje frustratie te delen. Het eerste voorbeeld is de meest gemakkelijke epilepsie bij kinderen. Absence-epilepsie. Enfin, ik weet dat er moeilijke absences zijn, maar als we 10 kinderen met absences hebben, er zijn er 9 die zeer gemakkelijk behandelbaar zijn. En dus de medicamenten die we daarvoor hebben, is Zarontin, Lamictal en Depakine. En dit is hier het resultaat van een lange termijn studie. 1 jaar, 52, 55 weken. En men is gaan kijken hoeveel van die kinderen zijn nog goed na 1 jaar.
En het resultaat van die studie was, en het is zeer duidelijk, maar voor mij is dat maar een minimaal resultaat, dat lamictal op den duur niet goed meer is. En dat duidelijk veel minder goed is dan depakine en zarontin. Dus wat is de boodschap voor artsen als een kind hebt met de absentieepilepsie? Ja, start dan alstublieft met zarontin of depakine. Maar eigenlijk zou je twee dingen moeten zien, hè. Dat is toch geen goed resultaat. Hè. Zelfs met de beste medicamenten voor de gemakkelijkste epilepsie zitten we op 50%. Dat wil dus zeggen, als ik dan een kind heb met absentieepilepsie en ik geef dan het beste medicament, depakine of zarontin, na 1 jaar is er maar 50% nog tevreden. En ze zijn meer tevreden dan met lamictal, maar 50% doet het dus niet goed in die zogezegde goede epilepsie. En het andere, maar dat is een beetje meer wetenschappelijk, weet u, als wij een studie doen met een nieuw medicament, dan duurt zo'n studie meestal 16 weken. Placebo gecontroleerd. Maar de eerste 16 weken van de studie, je moet dus kijken, dan zijn die 3 medicamenten even goed, hè. En dus gelijk welk medicament dat je zou doen voor absentieepilepsie, ik ben een beetje aan het overdrijven, zal het eerste paar weken wel goed doen. Dat is ook jullie ervaring. Hè. De eerste momenten na het voorschrijven van een medicament lukt het dikwijls goed. Het is pas later dat je ziet dat een aantal medicamenten niet werken. Dus in het begin zou je denken, ja, lamictal is goed, maar op het einde ziet u het grote verschil. Tweede voorbeeld, zeer recent, een paar weken geleden verschenen in The Lancet, dus een toptijdschrift, zeer goede studie, zeer lange follow-up, dus niet 16 weken, maar een paar jaar, waarbij men voor generaliseerde epilepsie en focale epilepsie een aantal producten heeft vergeleken. En bij de meeste studies vergelijken we een product met placebo, terwijl dat we hier studies hebben waarbij dat het onderling wordt vergeleken. En bijvoorbeeld voor gegeneraliseerde epilepsie, de meeste, 95% van alle patiënten staan ofwel op Keppra of op depakine. Ik spreek over gewone, normale epilepsieën, hè, waarbij dat we goed weten dat een kind gegeneraliseerde epilepsie heeft en wat geeft Keppra of depakine. Het blijkt, naderhand, eigenlijk op gelijk welk moment tijdens de follow-up, dat depakine aanzienlijk beter is, dat ziet er misschien niet zo uit, aanzienlijk beter is dan Keppra. Of als je naar focale aanvallen kijkt, ze hebben dus geen trileptal of tegretol genomen, want dat is de basis voor focale aanvallen, maar de andere 3 producten, lamictal, Keppra en zonisamide, en zonisamide hebben we niet in Vlaanderen gemakkelijk voorhanden, en dan blijkt dat de lamictal veel beter is. Dus we hebben wetenschappelijke studies die ons zeggen wat dat we best zouden geven. Maar ik herhaal de 2 punten van daarstraks. Hè. Uiteindelijk, op lange termijn, ziet je dat er, ja, als het goed meevalt, 60-70% van de patiënten nog goed is. Zelfs met het beste product. Hier ook 50% bij generaliseerde epilepsie. En in het begin doen ze het allemaal even goed. Hè. De eerste paar weken. Het is maar naar de hand dat we zien dat er een verschil is. Goed, we hebben dus een probleem dat we bij veel patiënten, zelfs niet bij de gemakkelijke epilepsieën, op lange termijn medicamenten hebben die precies blijven werken. En we botsen tegen een grens van 70% aan. En dat is zeer mooi aangetoond in verschillende studies. En dat is geen goed nieuws. Hè? Allee, dat is frustrerend ook voor ons. Hè? De manier waarop dat wij daar naar kijken is als volgt. Hè? Er komt iemand bij een arts. Epilepsie is heel duidelijk. Er moet medicatie gestart worden. Hij start een goed medicament. Depakine of Keppra of whatever. Zoals we gezegd hebben. Hoeveel kans heeft u dat die patiënt een jaar later nog altijd perfect is? 50%. 1 kans op 2. Ja, oké. Okay, dus dat wil zeggen dat in de loop van dat jaar dat je aanvoelt, ja, dat kind heeft nog altijd aanvallen. Of er zijn veel bijwerkingen. Ik kan dat hier niet volhouden. Ik moet iets anders proberen. Oké, okay, ik had er goeders trouw. En ik moet dat doen. Een tweede poging wagen. Ik ga een tweede medicament geven. Liefst weer alleen, niet samen met dat ander, liefst alleen. Wat is de kans dat ik dan succesvol ben? Hè? Hoeveel is de kans dat met mijn tweede medicament dat ik er dan wel geraak? Ja, eigenlijk wint je dan maar 11%. Wat dat zeer frustrerend is. Oké, ik hou het vol, ik kan niet anders. Ik wil dat kind helpen, dat kind heeft nog altijd aanvallen, hebben we er al 2 geprobeerd. En ik ga een derde medicament proberen. Ik heb nog 5% kans dat het zal werken. En u ziet wat ik bedoel. Hè? Je mocht 4, 5, 6, 7 medicamenten proberen. Je geraakt niet boven die 70%. De boodschap is ook, en dat is meer voor artsen dan voor jullie, van het heeft niet veel zin van aan de ouders wijs te maken dat je na 5 pogingen, dat je met nummer 6 een fenomenaal succes gaat hebben. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen,
Maar je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen, als het niet met de eerste 2, 3 medicamenten lukt, dan zit je in die groep van moeilijk behandelbare epilepsieën. En het zal waarschijnlijk echt niet helemaal lukken. We gaan proberen van de aanvallen minder erg te maken, minder frequent, maar aanvalsvrijheid zal waarschijnlijk niet lukken. En dat is die groep van refractaire epilepsie. En daar willen we dus aan werken, daar moeten we vooruit gaan maken. En dan kom ik terug op mijn 3 P's. Precision, predictie en preventief. Dus we gaan over precision medicine spreken. Als dat hier allemaal patiënten zijn met epilepsie, wil ik voor die 2 iets specifiek maken. Ik wil verstaan welke epilepsie dat ze hebben, wat dat de juiste fout is in hun hoofd bij de hersencellen. En ik wil voor die fout een bepaald medicament ontwikkelen. Dat is precies medicine. Dus dat wil niet zeggen dat we voor iedere persoon een ander medicament zullen hebben, maar we gaan patronen herkennen, zodat we per epilepsie, per afwijking, weten wat dat we moeten geven. En dat heeft dus nu al zijn vruchten afgeworpen, daar zijn we volop mee bezig. En je ziet hier een schema die je nu zou moeten herkennen. We hebben weer onze 2 cellen die met elkaar willen spreken. En ik heb daar nu een paar epilepsietypes opgezet. En dat is nu niet de werking van de medicamenten. Dat is hier nu, wat zit er fout bij die epilepsie? Bijvoorbeeld, een van de klassiekers waar ik dan zelf nogal veel mee bezig ben, is een van de moeilijkste epilepsieën, Dravet-syndroom. Bij Dravet-syndroom weten we dat er een fout is, en nu zou je het moeten snappen, in een gen, namelijk in een natriumkanaal. Wat betekent dat dan? Dat stukje genetisch materiaal zorgt ervoor dat die natriumkanaal dat hier niet goed gevormd is. Dus dat hier niet goed werkt. En dat wil dus zeggen dat er hier geen goede doorgang van informatie kan zijn. Nu, bij Dravet is dat zo dat dat dus een probleem is, zoals ik straks nog duidelijker zal zeggen, ter hoogte van de inhibitorische synaps. Dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk geen inhibitie kan veroorzaken bij Dravet. Ik kan de informatieoverdracht niet stoppen, omdat er een fout zit in dat natriumkanaal door een fout in het gen voor dat natriumkanaal. En je ziet hier andere epilepsieën, misschien herkennen jullie er een paar, tuberose sclerose komt straks nog eens aan bod, maar het syndroom, andere epilepsieën. Zo proberen we dus, en dat is dus echt de laatste jaren zeer succesvol, dat we de genetica beginnen te snappen van veel epilepsie. Nu, om nog eens de puntjes op de i te zetten, genetische epilepsie is een van de grootste oorzaken van epilepsie bij kinderen. De tweede andere grote oorzaak, waar we nu niet over spreken, zijn natuurlijk structurele afwijkingen, zijn afwijkingen in de bouw van de hersenen. Wat zijn daar de 2 grote oorzaken van structurele epilepsie? Een aanlegstoornis nummer 1, dus dat kind wordt geboren met verkeerd gebouwde hersenen op een bepaalde plaats, dat is van bij de bevruchting bij manier van spreken zo, of een verworven afwijking in de hersenen, bijvoorbeeld zuurstofgebrek bij de geboorte, bijvoorbeeld een hersenbloeding, bijvoorbeeld een hersentumor, jammer genoeg. Dat zijn dus verworven structurele afwijkingen. Ons verhaal gaat over de genetische epilepsie, waarbij we dus meer en meer snappen wat er gebeurt in de hersenen bij kinderen met die genetische epilepsie. Dus ik ga nog een stapje verder bij de Dravet, omdat ik dat goed probeer uit te leggen. En als het te moeilijk is, dan kunnen we straks in de dag nog eens over spreken. Maar dus hier nog eens een schema. Dit is hier een cel, een piramidale cel, en die vuurt er maar op los. En als die te veel vuurt, dan heb je epilepsie. Maar dat gebeurt niet bij een normale mens, want die wordt in toom gehouden door die inhibitorische cel in het rood. Dus die rode cel zegt aan die paarse cel, stop met vuur. Die gaat dus die excitatie gaan proberen te stoppen. En vandaar dat we een mooi evenwicht hebben bij ons die geen epilepsie hebben. Dus een mooi evenwicht dat ervoor zorgt dat die cellen hier niet te veel vuren en dat we geen epilepsie aanvallen hebben. Bij Dravet-syndroom is er iets mis met die cel hier. Met die cel die inhibitie moet verzorgen. Dus hier is hier geen inhibitie meer. Die cel kan die andere cel niet stoppen. Dus die begint hier maar te vuren. En we hebben dus veel, veel epilepsie aanval. Nu, wat is precies een medicine? We gaan proberen van die cel opnieuw te laten werken. We gaan proberen te zorgen dat die inhibitorische cel hier weer werkt. En dat die dus wel alles kan doen stoppen. En een van de nieuwere producten, onze fenfluramine, via serotonine, geen details, zorgt ervoor dat die inhibitorische neuronen, die neuronen, die hersencellen die dit aan toe moeten gaan, weer beter werken bij Dravet-syndroom. Dus dat is precisie medicine. We weten precies wat dat we doen om bij Dravet iets te gaan veroorzaken. Ander voorbeeld. Een ander natriumkanaal.
sodium channel 2A, 2A. Een tamelijk frequente oorzaak van epilepsie bij jonge kinderen, vooral bij pasgeboren en zeer jonge kinderen. Zeer moeilijk behandelbare epilepsie. En dan gaan we nog een stap verder. De moeilijkheid van SCN2A, dat zie je soms ook, een fout in dat gen, ziet je dus ook soms bij kinderen gewoon met intellectuele disability, met cognitieve problemen, of zelfs met autisme zonder epilepsie. Dus wij verstaan ook niet waarom dat een fout in dat sodium channel 2A-gen bij de ene zorgt voor epilepsie en bij de andere voor autisme. Of voor autisme plus epilepsie. Maar dus, dat SCN2A-gen kan voor epilepsie zorgen, heel dikwijls vroeg in het leven en moeilijk behandelbaar. En nu gaat nog een stap verder. Ik heb u gezegd, dus dat is een stukje genetisch materiaal dat er moet voor zorgen dat dat eiwit SCN2A goed gevormd wordt. Als er dus een fout is in dat stukje genetisch materiaal, ja, dan is er een fout met dat eiwit. Nu, er kunnen twee fouten, en dat is de nieuwigheid, en als voorbeeld, er kunnen twee fouten gebeuren. Het kan zijn dat de fout inhoudt dat er te veel van dat SCN2A wordt gemaakt. En er kan ook een andere fout zijn, dat er te weinig wordt gemaakt. Dat is een gain of function of een loss of function. Ik weet dat we in detail aan het reden zijn, maar voor ons is dat belangrijk. Als we weten dat iemand een mutatie heeft, een fout dus, in SCN2A, dan moeten wij ook als arts weten, is dat een gain of function of een loss of function? Want als het een gain of function is, dan moet ik tegretol gebruiken. En als het een loss of function is, dan mag ik geen tegretol gebruiken. Ik kan de redenen niet goed uitleggen, of ik kan ze wel uitleggen natuurlijk, dat is nu niet de bedoeling. Ik wil alleen aanduiden dat het niet alleen belangrijk is van te weten dat er een fout is in een bepaald gen, maar we moeten ook wel weten wat het gevolg is van die fout. En dat zien we duidelijk bij die SCN2A-mutaties. Hetzelfde bij nog een kalium-mutatie waar we niet gaan over spreken. Maar uiteindelijk beginnen er lijstjes te ontstaan. En het wordt moeilijk voor artsen ook om dat te volgen. Waar dat je dus fouten ziet bij bepaalde genen. Je kunt hier meelezen met mij. Natriumkanalen, sodiumkanalen, kaliumkanalen. Nog andere kanalen, zoals in TCA2 of LUT1. Er zijn lange lijsten, dat is niet de bedoeling dat we daar nu over lopen, maar we beginnen al die genen te snappen. We weten wat dat ze doen. En uiteindelijk leidt dit tot wat dat we gaan noemen precisietherapie. En dus eigenlijk bij veel van die epilepsieën weten we welke producten dat we wel best geven en welke producten dat we niet geven. En bijvoorbeeld SCN2A, als dat niet lukt met de tegretol, moeten we soms difantoïne geven. Difantoïne, voor jaren zeggen wij nu al dat dat echt best niet gegeven wordt aan kinderen op lange termijn, behalve als ze status epilepticus hebben. Maar difantoïne lijkt wel een goed product te zijn, en dan nog in hoge dosis, als je een moeilijk behandelbare SCN2A-mutatie hebt. En zo maken we dus nu en meer mee dat er lijsten ontstaan en dat we beginnen te snappen wat dat de juiste fout is en dat we de juiste medicamenten geven. Hetzelfde voor, en dat komt straks aan bod bij tuberose sclerose, we gaan nu spreken over everolimus. Voor glucoseproblemen zoals hier, moet er ketogeen dieet gegeven worden. Dus stel je voor, er zijn bepaalde epilepsieën, sommigen van u weten dat, waarbij dat alleen ketogeen dieet echt goed werkt en niet medicamenten. Dus het is aan ons arts om te weten wat dat de oorzaak is van de epilepsie bij een kind. En als dat dan die oorzaak is, ja, dan moeten we ketogeen dieet voorstellen. Maar we gaan nog een stap verder en we gaan naar de genetische therapie. En ik denk echt dat dat binnen 2-3 jaar op ons afkomt. Ik ben vandaag trouwens op deze feestdag gecontacteerd door een firma die wil starten in Europa. Genetische therapieën. Dus niet de klassieke medicamenten, maar wij gaan ingrijpen op die genetische fout. We gaan niet via medicamenten proberen die excitatie te stoppen of die inhibitie te verbeteren, zoals bij Dravet bijvoorbeeld. Maar we gaan echt iets proberen te doen op die genetische fout. En dan naderen we het verhaal van Pia, u allemaal bekend. In de neuromusculaire ziektewereld, bij spierziektes, is die genetische therapie al bijna ingeburgerd. En we zien nu hetzelfde gebeuren bij vele epilepsieën. Het is nu nog niet echt standaard. Dus kom morgen niet af met de vraag van ik wil hier genetische therapie. Het zal bij bepaalde vormen, bij bepaalde kinderen, mogelijk worden binnen 2-3 jaar. Maar nu nog niet. Maar wat bedoelen we dan? Ik geef u een paar voorbeelden. Ja, als we weer spreken over Dravet-syndroom, daar kennen we echt goed de fout in dat natriumkanaal.
U weet ook allemaal dat we van het ieder chromosoom dat we een paar chromosomen hebben. Het natriumkanaal ligt op chromosoom 2, dus we hebben twee chromosomen 2. Als er op één van die twee een fout is, dan heb je de ziekte van Dravet. Als er in één van die twee chromosomen 2 een fout is in het SCN1A-gen, dan heb je de ziekte van Dravet. En wat probeert men dus? Ja, men probeert via genetische manipulatie, men probeert een extra normaal chromosoom in te brengen. Dat is wat ze nu ook al doen bij neuromusculaire ziektes. En natuurlijk, als je dat doet, ja, dan heb je weer twee gezonde natriumkanalen, of genen, en krijg je meer en meer natriumkanalen, wat daar hier rechts staat. Of men probeert, en dat is wat we nu zeer binnenkort gaan in Europa zien, men probeert een soort opwaardering te doen van het goede stukje chromosoom. Er is altijd één goed en één slecht. Dus er zijn verschillende centra, en u ziet hier welke centra's dat er zijn, centra en firma's die genetische therapieën voor epilepsie beginnen naar voren te schuiven. Ik ga dat toch nog eens in detail een klein beetje uitleggen, zodat je het misschien toch wel door hebt voor de discussies later, als we over genetica gaan spreken bij epilepsie. Dus stel u voor dat we spreken over de ziekte van Dravet, maar dat kan gelijk welke epilepsie zijn. En we kennen het genetisch probleem. Het genetisch probleem is dat er een van die twee chromosomen, chromosoom 2 hier in dit geval, dat er hier één verkeerd is. Dus dat zit hier in de celkern, de chromosoom, en dat moet eiwit maken, zoals ik dat straks zei. Dat gen, dat stukje chromosoom, moet eiwit maken, moet dat natriumkanaal maken. Nu, dat verkeerd gen zal nooit goed eiwit maken. En dat goed gen zal wel eiwit maken, maar 50%. Dus eigenlijk hadden we hier twee natriumkanalen moeten hebben en we hebben maar één kanaal. Dus bij de ziekte van Dravet hebben we maar 50% natriumkanalen, omdat er die fout is. Wat proberen ze nu? Ze proberen van dat normaal gen hier up te waarderen. Pimping up of van uw normaal gen, zodat die niet één, maar ook twee of anderhalf natriumkanaal. En dat is via ingewikkelde technologie, maar men slaagt erin nu, op diermodellen en in de Verenigde Staten ook al bij de eerste 2-3 patiënten, van meer natriumkanalen te maken door genetische manipulatie. Dus dat is hier van boven in het rood een verkeerd gen, dat gaat nooit goed werken. En dat is het goede van de twee, hè. Er zijn altijd twee, één goed en één slecht. Het goede gaan we proberen zodanig te activeren dat er hier meer natriumkanalen komen in die synaps. En dat lukt, hè. Wat we zien in experimenteel onderzoek, het aantal natriumkanalen bij die behandeling neemt exponentieel toe. Nu, dat is allemaal mooi, maar ik denk dat dit goed zal zijn als we dat gaan doen heel vroeg in het leven. Dus stel je al voor, en dat is al direct een teleurstelling voor velen van u, als je al 10 jaar epilepsie hebt, en dat moet dan geen Dravet zijn, maar een andere genetische epilepsie, waar dat we genetische therapiemogelijkheden zouden kunnen zien, de zaak is wel voor een stuk verloren, hè, 10 jaar. Het is alleen maar als je dat in het eerste levensjaar, en dat is ook zo bij de neuromusculaire ziektes, als je dat heel vroeg gaat doen, dan gaat het waarschijnlijk een veel lichtere vorm van epilepsie of zelfs geen epilepsie hebben. Stel je voor dat we bij de geboorte, zoals dat we nu doen met de hielprik, bij alle kinderen bij de geboorte zouden kunnen voorspellen wie dat er epilepsie heeft. En dat is echt niet zo ver af. Dan spreek ik weer over die big data, artificiële intelligentie en predictie. Als je via bloedonderzoek bij ieder pasgeborene zou weten dat hij later een bepaalde vorm van epilepsie zou kunnen ontwikkelen, en je kunt op dat moment die genetische therapieën doen, ja, dan vermijd je wel die ziekte. Dan ontwikkelt dat kind die epilepsie niet. Dus ik denk binnen 5 of 10 jaar staan we daar veel verder mee, maar de frustratie zal zijn voor zij die al 5 of 10 jaar die ziekte hebben, die zullen waarschijnlijk weinig geholpen worden nog met die genetische therapieën. Maar het moet ons natuurlijk niet stoppen om dit verder te ontwikkelen. Laatste topic, preventieve therapie of vroege therapie. En dat is ook iets dat ik eigenlijk vroeger had moeten zijn in de voordracht. We mogen niet meer wachten. En dat kan raar klinken voor veel ouders. Ja, als we weten dat er iemand epilepsie heeft, moeten we behandelen. Want dat is bijna de enige manier om te proberen van die outcome te verbeteren, van het uiteindelijke verhaal te verbeteren. En wat dat er meestal is, ja, er is een reden voor de epilepsie, bijvoorbeeld een verkeersongeval, of een genetische reden, zoals nu al zo dikwijls besproken, of zuurstofgebrek bij de geboorte. En dan duurt een bepaalde tijd, we weten ook niet waarom, hè.
Maar het duurt een bepaalde tijd voordat dat zo naar boven popte als epilepsieaanval. Er zijn mensen, en vraag mij ook niet waarom, ik weet het niet, er zijn genetische epilepsieën, dus die fout is al van minder baarmoeder aanwezig en toch begint de epilepsie maar na 10 jaar. Of soms begint dat bij de geboorte, maar waarom dat dan een aantal dagen, maanden, jaren kan duren, weten we niet. Maar wat wij natuurlijk doen, is hier behandelen. Hè. Wij zien een kind met epilepsieaanvallen, EEG, er wordt over gediscussieerd. We stellen de diagnose van epilepsie en dan starten we. Eigenlijk willen we evolueren naar, ja, als we zouden heel vroeg herkennen dat iemand een groot risico heeft op epilepsie, ja, misschien moeten we dan al behandelen, zodat we de evolutie in de goede richting gaan kunnen duwen en dat het dus geen moeilijke epilepsie wordt. En er zijn veel data die bewijzen dat we vroeg moeten behandelen. En dat kan hier nogal bedreigend overkomen, maar dat zijn de beste data. 50 jaar follow-up van personen die op kinderleeftijd epilepsie hebben gehad. En men kijkt na zoveel jaar, waar staan we met die patiënt? En men gaat kijken naar, ik geef één voorbeeld, naar de terminale remissie. Dat wil zeggen, zijn die patiënten op 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, zijn die nog aanvalsvrij? En dan ziet je dat er ja, gelukkig veel zijn, 90% die aanvalsvrij zijn, maar er is ook een groep die ja, maar in 70% aanvalsvrij is. Dus dat is de mindere groep. En wat zijn die patiënten? Waarom zijn die minder goed? Wel, dat zijn er die veel aanvallen hadden voor de start van de behandeling of veel aanvallen in het eerste jaar van de epilepsie. Voor mij is dat dus een reden van om agressief in de juiste zin van het woord, om agressief te behandelen. Iemand heeft epilepsie, ik moet die aanvallen naar beneden krijgen. Want als ik veel aanvallen blijf behouden, en ervoor kan ik niks aan doen, maar ik zou niet wachten met 10 aanvallen voordat ik start natuurlijk, maar na 2 aanvallen starten met behandelen. En ik ga proberen echt het eerste jaar het zo goed mogelijk te doen. Want als ik daar niet in slaag, dan is de outcome op 40, 50 jaar niet zo goed. Dan zijn er nog veel patiënten die aanvallen blijven houden. Als je er wel in slaagt, dat zijn er hier die bovenste, om de aanvallen klein en minimaal te krijgen, dan is de outcome beter. En laatste voorbeeld, en dan is dat een combinatie van vroege therapie en precieze therapie. Dat gaat over tuberose sclerose. Een ziekte veroorzaakt door een genetische fout, waarbij dat er goedaardige tumoren ontstaan in de hersenen. Tuberose sclerose. En vandaar dus ook epilepsie. We weten waar dat de fout zit. De fout zit in het TSC1 of in het TSC2-gen. Dus weer een stukje genetisch materiaal dat niet goed werkt. En omdat dat niet goed werkt, werkt de mTOR-pathway niet goed. En zo komen we tot epilepsie. Dus we verstaan perfect wat er gebeurt bij de ziekte van Bourneville of de tuberose sclerose. We weten dat die mTOR in overdrive gaat. Door die fout. We weten dat die mTOR veel te veel werkt bij tuberose sclerose. Dus wat zoeken we dan? En dat is een voorbeeld van precieze therapie. We gaan medicamenten zoeken die mTOR weer stil kunnen leggen. En dat is rapamycine of everolimus. Dat is precisiemedicine, want we gaan precies op dat niveau gaan inwerken en zorgen dat dat hier weer tot stilstand komt en dat er dus geen epilepsieaanvallen meer komen. En dat blijkt ook zo te zijn. Hè. Dat is hier nu één voorbeeld, en het is een nogal realistisch voorbeeld, van een patiënt vanuit Italië gerapporteerd. Dagelijkse aanvallen, 5 aanvallen, 6 aanvallen per dag. En men start dat product, mTOR-inhibitoren, everolimus, en je ziet wat er gebeurt. Het is geen mirakel, maar uiteindelijk is dat zeker 50%, 60%, 70% beter. En dus als we dan de grote studies doen, ja, nog eens, ik herhaal nu dezelfde frustraties als daar straks. Die grote studies, dat betekent dat dat maar 18 weken is. En men vergelijkt dat met placebo. Placebo betekent dus dat je 18 weken niks heeft aan dat kind. En toch vermindert het aantal aanvallen met 20%. Dat is het placebo-effect bij epilepsie. Gelijk welk medicament dat ik start, zelfs al is het wit poeder, dan heb je veel kans dat dat kind 10 tot 20% zakt qua aantal aanvallen. Zeer moeilijk te verstaan.
maar waarschijnlijk ook de reden waarom dat een aantal mensen denken dat boter ook werkt, hè, voor epilepsie, bij manier van spreken, dat is het placebo-effect. Maar ja, als ze dan wel het product heeft, lage dosis everolimus of hoge dosis everolimus, dan ziet u een duidelijk verschil, die aanvallen gaan naar beneden. Ze gaan naar beneden, maar niet naar nul. Ze verminderen met 40-50%. Dus fantastisch, hè? 40-50% minder aanvallen, maar niet 100% minder aanvallen. En waarom is dat? En dan kom ik weer terug op mijn genetische therapieën van daarstraks. Ja, die kinderen werden maar behandeld met everolimus na de leeftijd van 2 jaar. Stel u eens voor, hè, men kon dat niet doen op dat moment, dat je bij de geboorte al everolimus zou geven bij iemand met tuberose sclerose, dan krijg je waarschijnlijk geen epilepsie en zelfs nul aanval. Maar het is al 2 jaar bezig, het is zelfs al bezig van intrauterin, want tijdens de zwangerschap, en we zijn zelfs altijd een beetje te laat. Maar dus dat zijn goede effecten van die precisietherapie, maar we blijven een beetje gefrustreerd dat het niet meer is dan dit. En dus het allerlaatste is, bij tuberose sclerose weten we dat zoveel kinderen epilepsie gaan ontwikkelen. 80% van de kinderen heeft bijna het eerste jaar epilepsie, dat we eigenlijk nu aan toe zijn van die kinderen van bij de geboorte al te gaan behandelen met Sabril, met vigabatrine. Vele redenen, hè, we gaan EEG's doen bij die kinderen, en op het moment dat we daar een fout zien op het EEG, starten we met medicatie. Zelfs al heeft dat kind nog geen epilepsie aanval. Dat is echt preventieve behandeling. Nu, we hebben dat gedaan in Europees verband, een grote studie. En de preventieve behandeling, dus dat zijn kinderen met tuberose sclerose, met die genetische epilepsie, die worden geboren, de diagnose wordt gesteld, EEG wordt genomen. Als er na 3-4 weken storingen zijn op het EEG, of na 6 weken of na 8 weken, starten we allemaal Sabril. Voordat ze aanval doen. En we vergelijken dat met een andere groep van kinderen, ook goed gevolgd, maar waarbij dat de arts alleen maar Sabril of vigabatrine start als de aanvallen er komen. En u ziet het verschil bij preventieve ten opzichte van de klassieke behandeling. Er is een enorm verschil. Aantal kinderen dat goed is met de preventieve ten opzichte van de conservatieve. Dus we zijn aan het evolueren naar preventieve therapie. Maar nog eens, de laatste frustratie. Ja, zelfs met preventieve therapie is maar 50% op de leeftijd van 2 jaar aanvalsvrij. Dus het is ook nog niet helemaal opgelost, maar we maken vooruitgang. Ik denk dat het qua vooruitzichten er niet slecht uitziet. Vraagt veel werk, niet overdrijven qua positiviteit, maar het zal veel beter zijn dan de Depakine, Tegretol, Lamictal, Keppra verhaaltje. We gaan in veel, veel, veel preciezere mate kunnen behandelen. Dus precieze medicine. U voelt ook dat we die big data nodig hebben. En we gaan meer en meer naar vroege therapie of zelfs preventieve therapie. Ik dank u voor uw aandacht. Oké, dankjewel professor Laga voor uw uitleg. Ik denk dat ze heel bevattelijk was, helder. Ik heb zelf eigenlijk een aantal positieve dingen gehoord, zoals die precisiemedicatie die er mogelijk aankomt. De genetische therapie heeft gesproken mogelijk over 2 à 3 jaar voor bepaalde gevallen. Ja. Ik denk dat dat super positief is. Ik heb alleen een vraag, en het geeft misschien aan de mensen ook wat tijd, want ik heb nog geen vragen zien binnenkomen, wat tijd om nog een vraag te formuleren. Maar wat, als ik het goed begrepen heb, is het belangrijk om te weten wat er aan de basis ligt van de epilepsie. Maar ja. Er zijn ook heel veel kinderen, denk ik, die epilepsie hebben, al dan niet medicatieresistent, maar waarvan men eigenlijk niet weet wat er aan de basis ligt. Heeft u daarmee, hoe ziet de toekomst er daaruit? Zijn er daar ook... Dat is een... Stefanie, dat is wel de belangrijkste vraag. Dus je voelt aan dat we inderdaad meer en meer willen verstaan. Het is ook belangrijk voor de ouders om te weten wat dat er nu juist mis is. Dus dat we zeggen, wat is nu juist de genetische oorzaak? Nu moet ik u daar en iedereen een beetje teleurstellen. Wij zoeken naar die genetische oorzaak, maar wat dat er standaard in de labo's voorhanden is, is meestal niet voldoende. Dus dat betekent dat wij, er zijn een tienduizendtal genen die mogelijk iets te maken hebben met epilepsie, ik overdrijf niet. En van die 10.000 zijn er zo ongeveer 100 tot 200 die tamelijk frequent zijn, zoals die natriumkanalen en die kaliumkanalen. En de meeste centra, de meeste artsen, zelfs ook in Leuven, alleen zelfs moet ik er nu niet bij zijn, maar ook in Leuven, ja, doen alleen maar dat, hè, omdat dat nu voorhanden is. Dat is dus screenen voor fouten en genetica in 150 tot 200 genen. Dat is al niet niks, hè.
Maar je vindt ook maar bij 3 of 4 op 10 van de kinderen dan een oorzaak. En dan komt de volgende stap, en dat weten we ook natuurlijk. De volgende stap is dan naar al die andere genen kijken. En dan zit je in een soort research situatie. Dan kan het 2, 3 jaar duren voordat je je antwoord hebt. En dat is dan ook nog leuk. Maar als je dan denkt aan genetische therapie, ik heb geen tijd, ik heb geen 2, 3 jaar tijd om te wachten als we over genetische therapie gaan spreken. Dus we gaan veel, veel sneller moeten zijn. Dus de teleurstelling is een beetje dat de genetica of het genetisch onderzoek niet snel genoeg volgt als we bij een kind... Soms weten we het, hè? Soms horen we het verhaal en dan zeggen we, ah, dat is een dravet. Ik test voor SCN1A en 3 maanden erna of 3 weken erna nu al, weten we het resultaat. Maar bij veel kinderen weten we het niet. Vermoeden we, zijn we zeker dat er een genetische oorzaak is, maar het duurt soms jaren voordat we die vinden. En dat is natuurlijk, als je de oorzaak niet vindt, dan moet je niet spreken over precision therapie en dan moet je ook niet spreken over genetische therapie. En als je 3 jaar moet wachten, 3 jaar op een kinderleeftijd is veel. Hè. Ik kan me voorstellen, bij een volwassene die al 20 jaar epilepsie heeft, met alle respect, dat is iets anders dan een kind. Hè. Dat een kind van 3 jaar dat in volle ontwikkeling is, ja, dat 3 jaar moeten wachten op een genetische oorzaak, ik vind dat veel te lang. Hè. En ik overdrijf misschien, het is maar 1 jaar of 2 jaar, maar dat is de bottleneck. Hè. Eerst en vooral echt genoeg genen onderzoeken en de tijd dat het duurt. En dan pas kunnen spreken over precision therapie en mogelijk zijn genetische therapie. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En misschien ook sneller toe gaan naar die genetische onderzoeken op zich. Ja. Maar ik denk dat bij ieder kind moet je zeer uitgebreid beeldvorming doen op zoek naar een structurele oorzaak. En als ze niks vindt, als de NMR dus normaal is, bij jonge kinderen moet je soms 2 of 3 NMR's doen, als die normaal is, dan moet je genetica doen. En dan gebeuren die 2 dingen in parallel, dus dat is de basis voor de etiologie, dus voor de oorzaak is NMR en genetica. En EEG is vooral belangrijk om het type epilepsie en de ernst en de hoeveelheid van epilepsie te kunnen inschatten. Dus die 3 dingen heb je nodig en die gebeuren in parallel, maar de genetica laat ons nog... dikwijls een beetje in de steek, omdat het allemaal zo lang duurt. Hè. Ja, dat is het probleem. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Dank u wel voor het antwoord. Ondertussen zijn er hier een paar vragen binnengekomen. Ik zal de eerste vraag voorlezen. Is er ook een toekomst voor kindjes met geen genetische epilepsie door bijvoorbeeld een NAH, een niet aangeboren hersenaandoening, denk ik. Hè? NAH? Ja. Ja, goeie vraag. Ja, dus... Ik ga mijn verhaal nu omdraaien. Hè. Iemand met NAH en een verworven letsel, eerst en vooral, moet er eventjes nagedacht worden of daar chirurgie geen mogelijkheid is. Maar bij NAH is dat dikwijls niet mogelijk, omdat er verspreide letsels zijn. Maar als er nu 1 kleiner letsel zou zijn waar wij kunnen bewijzen dat alle epilepsie vandaan komt, dan moet er eventjes nagedacht worden over chirurgie. En als een kind een kans heeft voor epilepsie-chirurgie, moet dat gebeuren. Maar meestal zal dat dus niet zijn, laat ons eerlijk blijven. Dus dan gaan we niet over precision therapie kunnen spreken. Hè. Dan moeten we hopen op betere therapieën. Hè. En dan, dat was een van de eerste slides, als je die curve ziet, die nieuwere therapieën, die zijn eigenlijk echt wel beter. Wat ik vaststel, en vooral in revalidatiecentra, waar ik ook wel eens kom, en epilepsiecentra, waar ik ook wel eens kom, is dat men te veel te standaard blijft werken. Hè. Dus depakine, Keppra, Lamictal en een beetje Topamax proberen. Je weet wat ik bedoel, men blijft te veel vastzitten bij de gekende therapieën en men durft niet als arts nadenken over de nieuwere dingen. Hè. Men moet die dingen volgen, hè. Zoals CBD, zoals fenfluramine, zoals Ficompa, zoals ketogeen dieet. Er zijn echt veel mogelijkheden met de klassieke therapieën ook, hè, zonder dat ze precies moeten zijn. Dus er is ook veel toekomst op dat gebied voor kinderen die geen genetische epilepsie hebben. Ja. Oké, dankjewel. Volgende vraag. Welke generatie 3 medicatie, om helemaal in het begin van uw presentatie, kan er al aan een kind van 1 jaar gegeven worden? Ah, ja, daar komt wel het probleem van erkenning door de overheid en terugbetaling. Hè. Dus de meeste, ja, dat is een lang verhaal, maar de meeste... van de nieuwste kunnen we pas vanaf 4 jaar of zelfs vanaf 12 jaar. Hè. Dat is echt een goed punt. Hè. Dat wil niet zeggen dat we het niet doen, hè. Maar daarmee bedoel ik dat we toch niet soms bij jongere kinderen die medicamenten geven. Hè. Zelfs voor Topamax moeten we wachten tot ze 4 jaar zijn, maar soms passen we daar een mouw aan. Maar dus de overheid wil soms ook niet mee. Hè. Dus, en dat is een beetje wat ik ook
jammer vind natuurlijk, de betere producten, en heb me al een paar keer horen zeggen dat we agressief moeten zijn en vroeg moeten zijn en snel moeten zijn. Ja, en dan zijn die producten eigenlijk niet beschikbaar voor die kinderen op die jonge leeftijd. Maar de CBD en de fenfluramine en de Ficompa, dat is nu al vanaf 2 jaar en dat gaat naar beneden gaan. CBD zal jonger worden. Dus we zien daar wel evolutie in, maar het is wel een goed punt dat er nog een aantal van die laatste medicamenten nog niet beschikbaar zijn voor zeer, zeer jonge kinderen. Oké. Okay, een andere vraag. Wat denkt professor Laga over epigenetics? En de invloed hiervan op het ontstaan van epilepsie en de mogelijkheden voor herstel? Dat is een specialist in de zaal. Dank voor de vraag, dus hè, wil ik eigenlijk zeggen. Epigenetica betekent dat er dus nadat er een bevruchting is geweest en nadat al uw genen zijn doorgegeven en nadat er dus een baby ontstaat met alle chromosomen en alle genen, dat er toch nog een verandering naderhand gebeurt in die genen. En dat is wat ze dan epigenetica noemen. En die epigenetica is nogal gedreven door externe factoren natuurlijk. Bijvoorbeeld toxicologie, roken, stress kan epigenetische veranderingen teweeg brengen. En men neemt aan, maar dat is echt nieuw werk, men neemt dus aan dat voor een aantal epilepsie, waarbij dat we de genetica niet vinden, dat dat epigenetisch zou moeten zijn. Maar daar zijn we echt nog maar aan het begin van het onderzoek. En dat behandelingen voor epigenetische aandoeningen of modificaties vinden we eigenlijk niet. Een voorbeeld van epigenetica, om het een beetje, is bijvoorbeeld open rug. Hè. Open rug heeft nu niks met epilepsie te maken. Spina bifida, dat is een epigenetisch fenomeen. Hè. Dat is niet klaar en duidelijk één genetische factor, maar wel een epigenetische factor die daarin meespeelt. En we denken dat dat ook voor epilepsie zo zou zijn, maar daar zijn we echt nog, nog ver van huis. Daar heb ik zelfs nog geen, niet flauw te benoemen, nog geen enkele slide en nog geen enkele studie die, wel studies, maar nog niet dat iets dat bruikbaar is. Oké, okay. Heel complex. Dus begrijp ik als u er nog geen slides over heeft. Ja, dat is, sorry dat ik onderbreek, Stefanie, maar ja, dat mag ook geen. Soms zeggen wij ook van, ja, we vinden het niet, dus het zal wel epigenetica zijn. Maar ja, dat is zo'n dooddoener, dan moet het dan wel kunnen bewijzen hè, dat het epigenetica is. En dat kunnen we nog niet, dat is het probleem. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Iemand heeft zijn hand opgestoken, hebben wij hier gezien. Dat betekent dat hij graag live een vraag zou stellen. En ik denk dat we die nu, kijk even hier naar mijn hulp hier aanwezig, dat we die nu live een vraag kunnen laten stellen. Zien of dat de technologie mee wil. Nee, oké. Okay. Ik ga heel even voortgaan met de volgende vragen, want nu blijven ze wel binnenkomen. Heeft het zin om onder meer Depakine te blijven geven als aanvallen niet onder controle zijn? Moeilijke vraag, denk ik. Ja, maar dat is wel een zeer terechte vraag. En die vraag hoor ik ongeveer 2 keer per week. Dat is, ja, je hebt een patiënt die epilepsie heeft en iemand heeft beslist, wellicht er goede stroom natuurlijk, van Depakine te geven. En na 3 weken staat je vast dat dat eigenlijk misschien wel iets doet, maar nog niet voldoende doet. Dan is de logische vraag, is wat doe je eigenlijk? Hè? Ik geef iedere dag medicamenten aan mijn kind en dat kind blijft aanvallen doen. Ja, ik kan er 2 dingen op zeggen. Ofwel moet de arts natuurlijk nadenken van, is Depakine effectief wel het beste medicament voor die epilepsie bij dat kind? Maar je moet ook niet vergeten dat je misschien veel tegenhoudt. Hè? Dus ik zeg ook al dikwijls aan ouders van, alsjeblieft, pas op. Hè? Want er zijn veel ouders die zeggen, als ik nu een keer niks zou geven, hè, is dat niet even erg? Nee, het zal veel erger zijn. En een paar dagen later kan je kind op intensieve zorg leiden. Dus je houdt wel degelijk veel tegen met al die medicamenten, maar niet voldoende dikwijls. Hè? Dan zitten we dus in die moeilijke groep van 30%. Maar het is niet omdat het niet volledig werkt dat je dat zomaar kunt weglaten. Hè? Het is wel aan de arts van te beslissen op een bepaald moment. Dat is een moeilijke discussie. Van wanneer stop ik hier met het Depakine en geef ik iets anders? Of wanneer switch ik langzaam naar iets anders? Of wanneer doe ik er iets bij? En dat moet niet, zoals nu veel te veel gebeurt, denk ik, veel te vlug gebeuren.
Ja, je moet daar een soort plan samen met de ouders opmaken van oké, we gaan wachten en als het na 3 maanden nog zo en zo is, dan gaan we dit medicament proberen. Maar niet denken dat het dus niks doet. Hè. Dus je zou het verschieten als je al die medicamenten stopt, hoe erg dat die epilepsie kan worden bij een aantal kinderen. Oké. Goed. Opnieuw een vraag over generatie 3 medicatie. Kan die medicatie generatie 3 dus ook geprobeerd worden als er geen zekerheid is of het al dan niet zal werken, maar eerder op vermoeden? Of moet er eerst een genetische bevestiging zijn? Nee. Dat is ook een goede vraag. Ja, het zal nooit zo helemaal snel gaan dat we per patiënt echt eerst de genetica gaan moeten weten of de echte oorzaak of de structurele oorzaak voordat we weten welk product. Die producten werken op aanvalstypes, dus we gaan die voor veel epilepsieën kunnen gebruiken. Dus je moet niet, het is de moeite waard om die te proberen, wil ik eigenlijk zeggen. Er moet niet altijd die link zijn. Dat is zoals dat je koorts hebt en dat je een keer Nurofen neemt en een keer Perdolan en een keer Dafalgan. Het kan zijn dat een soort koorts beter, officieel beter zou reageren op Nurofen dan op Dafalgan, maar alle tweede producten gaan wel iets doen aan de koorts. Dus ja, het zou beter zijn in de toekomst dat we voor ieder patiënt weten wat dat juist de oorzaak is, om dan veel, veel gerichter te kunnen behandelen. Maar de meeste van die nieuwe producten, vooral die derde lijns, die derde generatie, zijn zeer, zeer goed voor verschillende soorten epilepsie en voor verschillende soorten epilepsieaanvallen. En in dat opzicht kan dat eigenaardig rijken, maar dus dat is dan waarom de artsen nog altijd blijven het een na het ander voorschrijven zonder na te denken. En dat vind ik dan verkeerd. Hè. Het is niet omdat ze zouden kunnen werken voor alles, dat je moet doen zoals dat er nog veel neurologen doen. Ah, als Depakine niet werkt, dan doe ik Keppra. En als Keppra niet werkt, dan doe ik Fimpat. En als Fimpat niet werkt, dan doe ik Trileptal zonder daar enige wetenschappelijke achtergrond voor te vinden. En ze zouden wel eens kunnen gelijk hebben dat na tweede of derde product wel werkt, maar zonder dat ze weten waarom. Dat is dan alsof dat je gewoon een Perdolan heeft aan iedereen, bij manier van spreken, om in dat voorbeeld te blijven en hopen dat het zal werken. Maar ze zijn sterk. Hè? De nieuwe antiepileptica moeten al veel meer voorwaarden voldoen om op de markt te komen dan die oude. Hè? Weet u dat Depakine nooit op de markt zou gekomen zijn als ze nu zouden moeten getest worden? Depakine, als die nu zou moeten getest worden, of Keppra zelfs, hè? Als die nu getest worden volgens de standaard, dan komt die waarschijnlijk niet op de markt. Niet alleen voor bijwerkingen, maar voor efficaciteit. Dus die nieuwe zijn eigenlijk veel in het algemeen beter dan de oudere antiepileptica. Waarmee dat ik ook niet gezegd heb, als iemand goed is met Depakine, laat het dan zo. Hè. Je moet niet switchen om te switchen. Hè. Als iemand goed is, dan gaan we het zo laten natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Als statistisch aangenomen mag worden dat een zesde medicijn nog maar 1 kans heeft om te werken, maar de oorzaak was toen nog niet gevonden van de epilepsie, en nu wel, is dan een precisiemedicijn nog altijd zo weinig kansrijk? Ah nee, dat is nu net wat we hopen. Hè. Als je er zomaar op los doet en 6-7 medicamenten heeft, dan gaan we niet raken. Maar als op een bepaald moment, dus dat is wat we eigenlijk vanavond willen zijn, als we op een bepaald moment gaan weten, maar die patiënt heeft die oorzaak, een kaliumkanaalstoornis, dus ik zou beter eens retihabine gebruiken, ja, dan heb je veel meer, dan heb je 70 of 80% kans dat het gaat werken. Hè. Dus het is niet fatalisme. Hè. Dus als we, het is net, dat is net de hoop. Hè. Als we het beter verstaan, gaan we na zoveel jaren sukkelen met al die medicamenten misschien wel een keer het beste medicament kunnen vinden voor die patiënt. Dat is wat we echt willen, dat we die 30% kunnen verminderen. Die 30% van de patiënten die nu niet behandelbaar zijn. Of moeilijk behandelbaar. Ja, oké. Interessant de vraag, denk ik. Is er, omdat ik denk niet dat er over gesproken is, is er ook een rol weggelegd voor immunoglobulines? Ja, immunoglobulines is voor een zeer beperkt aantal patiënten met immuungemedieerde epilepsie een optie. Nu, ik heb gesproken over genetische epilepsie, structurele epilepsie, en dan zijn er nog 2 categorieën die ik niet vernoemd heb. Dat zijn de metabole ziektes, maar die zijn zeer zeldzaam. En dat zijn de immune epilepsieën. Immunologisch getriggerde epilepsieën. En daar moeten we op een andere manier werken. Hè. Maar daar hebben we niet over gesproken, inderdaad. Dat zijn epilepsieën die ontstaan omdat je lichaam verkeerd reageert op iets. En dat verkeerd reageren richt zich in de hersenen.
En dan krijg je de epilepsie aanval. En daar moet je het immuunsysteem benaderen. En dat is dan dikwijls met bijvoorbeeld steroïden, cortisone, of met de nieuwere immunosuppressiva, of met immunoglobulines. Maar het is weer hetzelfde verhaal. Gaat dat alsjeblieft niet doen bij iedereen. Dat wordt soms gebruikt als we met onze rug tegen de muur staan bij een aantal kinderen. En soms zien we zelfs een effect, maar dat is dan niet precies omdat het immuun is, maar gewoon omdat we toch alles willen proberen. En dat we creatief willen zijn. En in plaats van te blijven proberen met medicamenten, dat we toch eens immunoglobulines geven. Maar het is eigenlijk echt bedoeld voor immuuntherapie, immuunepilepsie. Oké, dat is duidelijk. Een heel algemene vraag, denk ik, even tussendoor. En ik denk dat we aan de laatste vragen moeten beantwoorden, want het is al 6 na 8. Wat zijn in uw perspectief veel aanvallen? Nog eens die moeilijke vraag. Wat is in uw perspectief? Hè? Wat betekenen veel aanvallen? Daar heb ik niks over te zeggen. Dat is wat de patiënt en de ouders percipiëren als veel. En je moet de discussie aangaan. Hè. Als we spreken bij een kind met ravij, dan zijn de ouders en ben ik tevreden als we op jonge leeftijd naar 1 aanval per maand kunnen gaan. Dan zijn we zeer tevreden. Maar bij een kind van 8 jaar met Rolandische epilepsie zijn we niet tevreden met 1 aanval per maand. Dus ik kan er geen getal op zetten. Dat is per epilepsie, per kind en per familie. Als er iemand alleen nachtelijke aanvallen heeft, dan vertraag ik dat eigenlijk veel meer dan iemand die ook overdag een aanval heeft. Dat is even erg epilepsie, maar als 's nachts zijn die aanvallen, hebben die minder repercussie. En je zit niet op de fiets natuurlijk, en je hebt bij oudere kinderen. Dus daar gaan we ook op een andere manier over spreken. Of als een aanval niet gepaard gaat met vallen, dat is ook iets anders dan een aanval die altijd gepaard gaat met vallen. Dus dan is 1 aanval met vallen veel te veel. En soms kunnen we wel een absence van 5 seconden die 5 keer per dag gebeurt, wel verdragen. Dus dat is echt een individuele discussie met de ouders. Natuurlijk, het doel blijft 0-0-0 aanvallen. Hè, maar we spreken over die moeilijke epilepsie. En daar moeten we een soort evenwicht vinden. Ik heb ook liever soms een paar aanvallen en minder medicatie dan te veel medicatie en geen aanvallen en een zombie thuis hebben. Je moet dat evenwicht vinden. Ja. Dat was dus wel geen makkelijke vraag, die laatste. Nee, maar het is gewoon omdat epilepsie niet makkelijk is. Elk antwoord dat gegeven wordt, kan nooit zwart-wit zijn. Hè. Het is altijd, het zit er allemaal ergens tussenin. Er is hier nog een vraag waar ik zelf kan op antwoorden. Is medicinale cannabis al terugbetaald in België? Ik kan daar zeggen dat het nog niet terugbetaald is en dat wij daar op aan het werken zijn, achter de schermen, dat heel veel werk is en dat dat zeker nog niet op korte termijn mogelijk zal zijn, tenzij dat er een mirakel gebeurt. Maar er wordt in ieder geval door ons, in samenspraak met anderen, hard gewerkt op dat dossier. Maar het is zeker nog niet voor morgen. En misschien nog een... ik kijk nog even... laatste vraag. Het zijn vragen over medicijnen. Hoe komt het dat er geen, ik ken het niet, vetoïne meer beschikbaar is? Vetoïne zou ik echt niet meer gebruiken. Dat is een oude difantoïne. Ik denk niet dat nu nog aan de orde is. Daar staat nu echt niet voor te springen. Dat heeft veel bijwerking, maar dat wil niet zijn. Dat er niet een aantal patiënten, en zelfs ook oude patiënten van mij, die nu al 30 jaar zijn, na 20 jaar opgevochten zijn door ons, die daar goed mee zijn geweest en die nu nog altijd goed mee zijn en die niet meer willen switchen. Hè. Het is moeilijk verkrijgbaar. Maar om dat nu als nieuw medicament of om dat nog voor te schrijven, er zijn echt veel bijwerkingen. Oké, goed. Het is 7:50. Ik denk dat we hebben veel vragen, denk ik, beantwoord. Ik denk dat we hierbij gaan afsluiten. Mochten mensen echt nog een heel pertinente, dringende vraag hebben, dan denk ik dat jullie mogen ze altijd sturen naar info@kinderepilepsie.be en dan zien wij hoe dat wij een eventueel antwoord kunnen bezorgen. Rest mij alleen nog, professor Laga, heel hartelijk te bedanken. Ik zelf, en ik denk dat ik mag spreken in naam van het publiek, heb ontzettend veel bijgeleerd. Ik vond het super
Interessant, heel overzichtelijk. Dus heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik wil ook gewoon nog graag even meegeven dat wij op 22 juni een Facebook Live hebben, waarin ik zelf in gesprek ga met Eva de Grote. Eva de Grote is auteur en audiomaker. Zij heeft onder meer ook onze podcast, Wat jij niet ziet, gemaakt. En ze gaan met mij in gesprek gaan over de weg die wij als gezin hebben afgelegd met een kind met medicatieresistente epilepsie. En welke hulpmiddelen dat wij ingezet hebben. Dus ik ga op dat moment heel graag mijn ervaring delen op 22 juni. Dus heel graag tot dan of tot op een ander evenement. Heel fijne avond nog aan iedereen en dank jullie wel. Dag. Dag.